Hi, ik ben Jente Kater van voicebooking.com. In de vorige video hadden we het over een audio hack waarmee je je voice-over en de muziek heel goed samenblendt door het gebruik van een equalizer. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden op het pad om muziek en voice-over zo samen te blenden waardoor er een bepaalde magie ontstaat. En ik heb er nu weer eentje voor je. Deze is op basis van ritme. Laten we even kijken naar Pro Tools. Goed, de blauwe hier. Dat is de voice-over en de rode, dat is de muziek. En je kan die dus gewoon één op één op elkaar zetten. En dan denken van, nou ja, leuk, klaar en door. Je kan ook denken van, laten we dat eens gaan proberen te matchen met de muziek. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is de voice-over laten beginnen op een halve tel in de track. Of op een hele tel. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dit. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market, and now you need. Klinkt lekker op zich, alleen het kan een stuk mooier. Want als je naar die muziek luistert, dan heb je een soort Pharrell Williams-achtig introotje, heel kort. En daarna gaat die muziek pas echt een beetje leven. Dus introotje. En nu begint die eigenlijk pas echt. En kijk je naar de voice-over, dan zie je ook een bepaald ritme. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market. Pauze. Hey, wat kan je nou met die pauze en die break die je in de muziek hoorde? Nou, je kan proberen die te laten matchen, waardoor er een bepaalde rust ontstaat, waardoor je makkelijker die magie uit die combinatie van die stem en de muziek krijgt. Nou, dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market. Hij loopt nu al aardig op het ritme, maar je zit nu weer met het probleem dat die voice-over en de muziek op exact hetzelfde moment start, waardoor het een beetje abrupt allemaal klinkt. Kijk niet te veel naar wat er op het scherm gebeurt, maar probeer vooral te luisteren. En als je luistert, dan kan je bijvoorbeeld de beslissing maken van, hey, maar wat gebeurt er nou als ik die voice-over net wat eerder laat starten en de muziek later instart? Dan krijg je dit. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market. Wordt al beter, alleen we wilden hem lekker laten timen met die break in de track. Dus ik verschuif hem nog even en ik laat de voice-over laat ik net iets starten voordat de muziek start. En dan zie je al op het oog nu dat die break in de muziek in een stilte van de voice-over valt. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market, and now you need a brilliant explainer video. And that means a good copywriter, great music, cool sound effect. Lekker? Ja, lekker. Maar nu gaat het verderop weer een beetje mislopen. Dat het lijkt alsof de voice-over als het ware een beetje vooruit loopt op de beat. Nou, dan kun je gaan kijken van waar kan ik hem weer op de beat gaan leggen. En dan zie je bijvoorbeeld hier. Daar zie je dat er een mogelijkheid is voor het verleggen van je audio op de beat. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dit. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market, and now you need a brilliant explainer video. And that means a good. Loopt al lekker door, maar a brilliant explainer video, dat wordt weer een beetje heavy. Dus eens kijken of we meer kunnen. Ik zoom weer even in. En nu ga ik dus twee zinnen eerder ga ik al knippen. En dan leg ik hem ook daar op de beat. Het grappige is dat de voice-over hier nu eigenlijk ook al bijna automatisch op de beat gaat liggen. Die hoef ik eigenlijk maar een klein stukje naar rechts te gooien. En dus we hadden hem hier al net dat we hem ook op de beat legden. En ik leg dingen graag altijd net een beetje scheef. Een klein beetje scheef, waardoor het even net wat natuurlijker klinkt. Nou, dan komt het zo. So you're a startup. You have a fantastic concept, a niche in the market, and now you need a brilliant explainer video. And that means a good copywriter. Dus zo breng je de magie een beetje terug door muziek en voice-over samen te smeden op basis van wat er op de beat gebeurt. Dus als je met een voice-over werkt die vanuit zijn eigen studio inspreekt, is het handig om de muziek alvast mee te sturen, zodat een voice-over op de muziek in gaat spreken en daardoor net wat meer het ritme pakt van de track en vaak ook net wat meer in die sfeer gaat zitten.
Tot zover deze audiohack waarin we dus het ritme pakten. Mocht je vragen hebben over deze video, laat het me even weten via de comments of door gewoon een mailtje te sturen. En in de volgende audiohack gaan we weer wat verder in deze materie, in hoe je die muziek nou samensmeet met de voice-over. Ciao!